Wim van Rooyen, nog steeds voorzitter van de profronde Tiel. Het wordt weer een heel mooi jaar, hè? Een mooie editie. Ja, ik denk het wel. Ik hoop, zoals het er nu voor staat, moet het gewoon weer heel mooi worden. Vandaag was de perspresentatie, de algemene presentatie. Hoe is die verlopen? Goed, we hebben veel mensen gehad, veel sponsoren gehad. De burgemeester en de wethouder waren er ook. En iedereen was weer blij dat het direct weer gaat gebeuren. Begin augustus, is het daadwerkelijk weer zover? Wat staat er precies op stapel? Er staan 2 dagen op stapel. Er staat een dag van toeren op stapel. En dan wordt er gefietst voor iedereen. Mensen met gewone fietsen, mensen met toerfietsen, mensen met racefietsen. En we hebben afstanden van 35 tot en met 185 kilometer. Kunt u iets vertellen over de presentatiedag zelf, deze meeting? Nou, deze meeting is qua aantallen was het veel drukker dan de vorige keer. We hebben ook wat meer sponsoren dit jaar. Iedereen was eigenlijk enthousiast. We hadden niet vergeten Wilco Kelderman. Het jonge talent van de Belkenploeg hadden we hier uitgenodigd. Die in de Ronde van Italië 7e is geworden. Dus daar waren we erg blij mee. En we hadden hier Annemiek Vervleuten. Die gisteren nog kampioen van Nederland werd met de tijdrijden. Dus ze was wel een leuke verrassing natuurlijk. Meneer Zomerdijk, betrokken ook bij het wielrennen, specifiek bij het dameswielrennen? Ja, we hebben het altijd over het vrouwenwielrennen. Maar sinds maart ben ik voorzitter van de Hollands Lady Tour. En dat is de enige meerdaagse wegwedstrijd voor vrouwenwielrenners. En dan hebben we het echt over de absolute wereldtop die er aan de start verschijnt. En dat zijn natuurlijk ook in Nederland hebben al heel veel van die wereldtoppers zoals Marianne Vos en Ellen van Dijk. En die zullen allemaal aan de start verschijnen. En ik vind het ook hartstikke mooi dat er natuurlijk in Tiel de eerste 2 etappes plaatsvinden. Heel veel mensen kennen u als burgemeester van Neder-Betuwe, daarvoor van Echtelt en van Duiven. Hoe is het zo gekomen dat u betrokken bent bij dat wielrennen? Nou, mijn vader die is al 40 jaar, die heeft 40 jaar lang de Ster van Zwolle georganiseerd. Dat is de openingswegwedstrijd voor amateur wielrenners. Dus ik had eigenlijk altijd al wel een beetje affiniteit met het wielrennen. En ik was gepensioneerd vorig jaar 1 december. Dus ze dachten, die heeft wat met wielrennen, die heeft tijd. En ze hebben me toen gevraagd, wil je voorzitter worden van de Holland Ladies Tour? En ik heb er eens even over nagedacht en gezegd, het is toch wel hartstikke leuk. En als het om vrouwenwielrennen gaat, dat gaat natuurlijk in het algemeen om de vrouwen in de sport. Dat die toch een beetje in het verdomhoekje zitten en dat niet verdienen. Ik vind dat vrouwen, zeker ook in de wielersport, heel goed presteren. Dat zie je ook met een Marianne Vos, die toch menige medaille voor Nederland heeft binnengehaald. Via de dameswielrennen, via die Holland Lady Tour, hopen we natuurlijk toch die achterstand ook een beetje mee in te lopen. Bestuurlijk ligt er dus nog best een schone taak, maar dames, wielrennen is al lang niet meer, zit al lang niet meer in de kinderschoenen, hè? Nee, dat zeker niet. Maar goed, als je het vergelijkt met de mannenwielersport, dan worden de mannen natuurlijk toch veel meer gesponsord en veel meer ondersteund dan de vrouwen. Dus wat dat betreft hebben ze nog wel wat in te halen. En dan moet je er toch wel diep respect voor hebben als je ziet hoe de Nederlandse vrouwen presteren. Met toch veel minder faciliteiten dan de mannen hebben. Goed, die Holland Ladies Tour die komt naar Tiel. Wat staat hier te gebeuren? Nou, we hebben in elk geval 2 etappes. We beginnen met een tijdrit van Varik naar Tiel. Dat is natuurlijk op zichzelf ook al heel spannend. En er zullen al een aantal vrouwen zijn die dan meteen al de toon zullen zetten, de echte tijdrijders. En dan de volgende dag hebben we een etappe door Rivierenland. Dat is een etappe van Tiel tot Tiel. Dus we starten in Tiel en we eindigen ook weer in Tiel. En ook daar zal echt de absolute wereldtop te zien zijn. Dus ik zou toch tegen alle Tielenaren zeggen van kom kijken. Want daar vindt echt mooie vrouwenwielersport plaats.